Welkom bij Obla, online tv voor overheidsmanagement. Vandaag hebben we het over digitalisering en de toekomst van het huishouden van de ICT binnen de overheid. Er gebeurt veel, visie 2017. Ik ga daar met verschillende gasten over praten vandaag om te kijken wat gebeurt de komende tijd en wat wordt spannend. Drie gasten aan tafel, Peter Willing, DG OBR bij het Rijk, Stefan Breedveld, CEO bij Ordina en Guus Bronkhorst, MT-lid bij Burgerschap en Informatiebeleid bij BZK. Ik ga met jullie een drietal gesprekken voeren. Eerst over hoe ziet ICT in de toekomst eruit? Hoe ziet 2030 eruit? Wat doen we in 2017? En wat betekent dat volgens ons eigen handelen? Dus even, mag ik jou aankijken? 2030, hoe ziet dan ICT binnen de overheid uit? Hoe kijken we dan naar dienstverlening? Ik denk dat ICT in 2030 een enorme rol gaat spelen binnen de overheid. We zien er al, denk ik, de eerste stappen dat de overheid ook veel dichter naar de burger toe wil. Ik denk de enige manier om dat te bereiken is om gebruik te maken van allerlei nieuwe ICT-technologieën. Dus ik denk ook dat de ingeslagen weg om de burger centraal te stellen daarin enorm belangrijk gaat zijn. Wat is dat, de burger centraal stellen bij? Nou, ik denk dat bij veel overheidsorganisaties de trend is om steeds meer dienstverlenend naar de burger te zijn. Dat kan zijn door allerlei aanvragen die lopen nu nog via loket of allerlei andere zaken. Ik denk ook dat de volgende stap gaat zijn om ook veel meer proactiever als overheid naar de burger te zijn. Ja, als je kijkt naar 2030 ver weg, en dat is zeker als het gaat om een vraagstuk als dit, wat kan je erover zeggen? Maar toch, als je... Nou ja, echt voorspellen op zo'n termijn wordt natuurlijk een beetje vreemd. Maar volgens mij zit er wel één aspect aan. In 2030 zijn miljarden mensen en miljarden dingen met elkaar allemaal verbonden via sensoren en dat soort dingen. Maar een van de belangrijke verschillen die ik verwacht is dat we in die tijd het omslagpunt hebben gemaakt dat mensen zelf over hun eigen informatie gaan. Dat betekent dus dat er een soort handelsrelatie gaat komen tussen een individuele burger en iemand die wat met zijn informatie wil doen. Dus ik geef alleen maar mijn informatie af als ik denk dat jij iets voor mij gaat betekenen. En die omslag, die zie ik in de komende 10 jaar eigenlijk tot stand komen. Dat maakt hem heel interessant. Wil je dat? Nou, we zijn daar al een beetje mee onderweg. Je ziet dat er allerlei voorzieningen zijn, zoals mijn overheid, waar gegevens in zitten van burgers. En burgers die gegevens ook, dat staat ook in de plannen voor Digitaal 2017, die zelf kunnen gaan beheren en kunnen gaan gebruiken op een bepaalde manier. Ik denk wel dat het een meer geleidelijke overgang naar 2030 wordt, dan dat het nou zo 1, 2, 3 een grote revolutie gaat worden. De techniek biedt allerlei mogelijkheden. Maar waar het uiteindelijk om gaat is natuurlijk niet de techniek. Waar het om gaat is dat de overheid er is voor burgers en bedrijven. En dat de techniek nu veel minder wordt gebruikt voor processen bij de overheid. Maar veel meer voor de doelen waarvoor de overheid is. Volgens mij 2030, dat is ver weg. En daarvoor moeten we een aantal dingen doen. We gaan met jullie iets dichterbij kijken. 2017, dan moeten we gewoon een aantal dingen klaar hebben. We gaan even kijken naar een filmpje. Wat die visie 2017 inhoudt, als we dit nu concreter maken, wat is dat dan? Ga even naar kijken. In de loop van de tijd ontstonden er allerlei verschillende overheidsorganisaties. En die hielden allemaal hun eigen gegevens bij. Maar de maatschappij verandert. Burgers willen zaken regelen op plaatsen en momenten die hen uitkomen. Daarom zijn overheden hun diensten gaan digitaliseren. Dat maakt het mogelijk om gegevens tussen organisaties veilig uit te wisselen en te hergebruiken. Natuurlijk met aandacht voor de privacy. Zo ontstaat een brede set van gegevens, zodat burgers en bedrijven informatie nog maar één keer hoeven aan te leveren. En de dienstverlening van samenwerkende overheidsorganisaties sneller en beter verloopt en continu vernieuwd. Leuk. Volgens mij... Dit weten we. Dit is al mooi dat we zover zijn dat we zeggen, dit soort dingen willen we bundelen. Dit is onderdeel van de visie Digitaal 2017 van minister Plasterk. Mei 2013 is dit neergezet. Wat is nu de stand van zaken hiervan? Hoe gaat het hiermee? De stand van zaken is dat het grootste deel van de basisgegevens gewoon werkt, er is. Ook met elkaar verbonden wordt. Nog niet alle basisregistraties zijn af. En er nog een paar die nog moeten worden afgemaakt. Maar je zou kunnen zeggen dat 70% van het systeem gewoon werkt. Zodat de burgers dus en de overheid met één set gegevens van doen hebben. Ja, ik probeer er even toch op aan te sluiten. Want het werkt allemaal wel, maar het is nog niet overal in gebruik, laat ik het maar even zo zeggen. En volgens mij is dat wel een van de uitdagingen waar we de komende tijd voor staan. Om inderdaad de mogelijkheden die er inmiddels zijn
om die te gebruiken. Dus echt te zorgen dat ook iedereen die daar zeg maar die gegevens gaat gebruiken ook aangesloten is op die basisgegevens. En voor de Rijksdienst betekent dat natuurlijk dat ook de departementen dezelfde routes moeten doorlopen. Daar zijn ze nog lang niet allemaal even hard mee bezig. En willen wij natuurlijk toch in 2017 zeg maar digitaal zaken kunnen doen met overheid en bedrijven, dan zal de Rijksdienst ook zijn eigen huis op orde moeten hebben. En dat betekent dat er nog heel veel werk aan de winkel is. Natuurlijk red je dat, maar is dat ook realistisch om dat te redden? Nou, ik zeg net, er is nog heel veel werk aan de winkel. Ik denk dat we wel een realistische planning hebben, maar je ziet altijd dat dingen soms tegenvallen in de loop van de tijd. En dan moet er een stapje harder gelopen worden, want 2017 is eigenlijk wel heel dichtbij. Dan komen we terug bij het eerste antwoord wat je gaf. Ik wil straks dat een overheid gewoon klaar is, dat ik op een knop, dat ik niet meer hoef te bellen of niet zelf een paspoort hoef te vernieuwen, maar dat soort gegevens gewoon gekoppeld zijn, dat dat naar mij toe komt. Ja. En daar zit natuurlijk wel een stuk achter, het koppelen van de gegevens. Is een randvoorwaarde. Een randvoorwaarde, dus er komt dadelijk een hele stap achter. Wat gebeurt daar nu op? Want een groot belangrijk deel is dit koppelen. Ja, maar dan begint het pas. Ja, een belangrijk deel is dit koppelen. Daarmee heb je nog niet alle gegevens die een overheid nodig heeft voor zijn dienstverlening op een rij staan. Het zijn basisgegevens. Het gaat over geografische gegevens, persoonsgegevens, bedrijvengegevens enzovoort. Maar er zijn ook allerlei specifieke gegevens die je nog niet daarmee hebt. Die blijven vaak binnen organisaties en zullen voor een goede dienstverlening, wanneer het nodig is, wel gekoppeld moeten worden. Dat klopt. En de vraag is uiteindelijk waar je die dan neerzet. Zet je die in een aparte kluis? Of doe je dat op een andere manier? Die kluisgedachte speelt wel sterk, maar zover zijn we zeker nog niet. En kluis, want ik denk even terug in 2013, of denk vooruit in 2013. Jij bouwt nu een kluis voor mij, of? 30, ja, sorry, ik dacht dat het zo'n ding al... Nee, 13 is... Bouw je nu een kluis als overheid? Of krijg ik nu een eigen kluis waarin ik zeg waar je bij mag? Of wat bedoel je met een kluis? Ik sluit aan bij wat wij daar straks over 2030 bespraken. Als je kijkt naar de ontwikkelingen, dan is het logisch dat het die kant op gaat. Op dit moment zijn we nog niet zover. En we zijn ook nog niet echt een kluis aan het bouwen om dat te realiseren. Wat je wel moet doen, is de gegevens blijven koppelen. Anders kun je namelijk die dienstverlening niet realiseren zoals je wilt. Maar daarbij hoort dan dat je heel goed zorgt voor veiligheid en voor privacybescherming. Gaat iedereen hier aan meedoen? Want dat is natuurlijk, dat is voorwaarde. 70% en de 90% gaat je ook. Maar misschien is die laatste 10% wel het meest cruciaal. Veel gemeenten, veel regionale samenwerkingsverbanden. Uiteindelijk moet iedereen meedoen. En ik zeg niet dat het makkelijk is, maar op het moment dat je de Belastingdienst en het UWV mee hebt, dan heb je al dan heb je grote happen van je percentage binnen. Maar dit gaat pas werken als iedereen meedoet. Lukt dat? En mag ik dan ook naar jou kijken? Want je ziet juist vanuit de zijkant kom je al die organisaties binnen. En in hoeverre zie je tempo in dit soort veranderingen? Nou, ik denk wat daarnet denk ik heel terecht gezegd werd, als dat je die digitale basisinformatie beschikbaar moet hebben. Maar dan moet het ook wel, laten we zeg maar, allemaal beschikbaar zijn. En natuurlijk ook wel veilig zijn, wat denk ik daarnet werd aangegeven. Ik denk overigens dat prima kan, hè, want er is natuurlijk al heel veel informatie ook rondom onze financiële huishouding die de banken allemaal voor ons bijhouden, wat natuurlijk ook een grote basisregistratie is. Dus ik denk dat als de wil er is, gaat dat prima lukken. Ik denk wel dat het bij de overheid wat complexer is om het, laten we zeg maar, volledig te implementeren dan bijvoorbeeld in het bedrijfsleven. Dat is omdat gewoon de hele bestuurlijke situatie van de overheid natuurlijk veel complexer is. Je hebt gemeenten, provincies, je hebt het Rijk, veel uitvoerende instellingen. En om die allemaal mee te krijgen, daar is natuurlijk best wel wat momentum voor nodig. Dit is niet iets meer van ICT'ers. Dit is iets waar hoogambtelijk tegenwoordig veel aandacht voor is, wat op de agenda staat. Wat maakt dat nu anders? Je hebt gelijk als je zegt van dit hoort nu echt tot het domein van wat we dan zeggen het primaire proces. Hè. Dus ja. Je kunt je werk alleen maar doen als je ook hierover hebt nagedacht. En ons werk is uiteindelijk toch dienstverlening aan burgers of aan bedrijven. Ook, soms is dat een hele lange lijn, maar dat is toch uiteindelijk datgene waar we het voor doen. Dus dat maakt het wel anders, maar dat maakt tegelijkertijd dat je niet uit het oog moet verliezen dat het ook ICT-wise echt heel complexe materie is. We zijn ook op een aantal terreinen zijn we gewoon nog dingen aan het ontdekken. En dat kan alleen maar met vallen en opstaan gebeuren. Dus dat moet je er wel bij in ogenschouw nemen.
De discussie over falen ICT-projecten en zo, dat soort dingen moet volgens mij allemaal voorbij zijn. Volgens mij, ik bedoel, dat gaat toch nog een keer gebeuren. Daar ga je nog tijd aan besteden. Volgens mij is dat inderdaad vallen en opstaan en dat weten we. Maar wel het tempo, waar we het net over hadden, want willen wij dat soort transities maken die je net aangaf. En hoe gaan we daar komen? Dan gaan we misschien nog wel meer vallen. Nou, de tempo, dat moet volgens mij omhoog. Al was het alleen maar omdat je anders je geloofwaardigheid gewoon in deze samenleving verliest. Ik bedoel, iedere burger die een beetje om zich heen kijkt, die ziet hoe snel de ontwikkelingen op ICT-gebied gebeuren. En die verwacht eigenlijk van de overheid hetzelfde als wat hij bij de bol.com en dat soort dingen gaat krijgen. 24 uur per dag, 7 dagen in de week moet je tot toegang hebben tot diensten. En als je als overheid daar niet op inspeelt, dan verlies je, laat ik het maar even heel dom zeggen, een deel van je markt. Het vertrouwen van de burger in de overheid neemt daartoe af. En voor het vertrouwen, even aankijken, want even, nieuw thema. Visie is gelanceerd. En ja, we zijn het allemaal met elkaar eens dat we dingen moeten koppelen, efficiënter moeten werken, beter. Maar er is ook heel veel kritiek op zo'n visie digitale overheid. Wat zijn dingen die je hoort en wat voor kritiek krijg je op zo'n actie? Ja, er is natuurlijk veel kritiek in de zin van, gaat de overheid dat wel realiseren? Loopt de overheid niet achter op de feiten? Kan de overheid dat allemaal wel met de ICT-projecten die altijd in de krant komen wanneer er iets niet goed gaat? Dat soort kritiek is er wel, maar wat je in het oog moet houden is natuurlijk waar je naartoe gaat. En ik wil hier ook wel zeggen dat we moeten ook niet vergeten dat we een heleboel al gerealiseerd hebben. Ja. Er is nog veel meer te realiseren, maar wij... En laat ik ze toch maar noemen, zo'n stelsel van basisregistraties, een DigiD wat werkt, dat is redelijk uniek in de wereld. Ja, wij staan in alle benchmarks ook op nummer 1 of 2 in de wereld. Daarmee zijn we er nog lang niet, maar het verhaal van de overheid kan het niet en doet het niet goed, wil ik toch eventjes een beetje nuanceren. Er zijn twee dingen, want je hebt het nu over het functioneren van de overheid en of wij het redden of niet. Daar, volgens nu, we hebben alle vertrouwen in jou en dit komt goed. Volgens mij ook over het idee aan zich, alles digitaal en dat is ook iets... waar je dingen over tempo kan alles digitaal. We hebben 4 miljoen digitale analfabeten in Nederland. Dat is nogal wat. Mensen die niet via het internet in staat zouden zijn om een paspoort aan te vragen. In hoeverre is dat een hobbel voor zo'n initiatief? Want ik ga hier wel mee, ik denk gisteren. Maar dat zijn dingen die je komende jaren wel langs gaat komen. Ja. Nou ja, het dienstenpakket van de overheid is wat gevarieerder dan van het gemiddelde bedrijf. Dat betekent dat we ook simpele diensten hebben, zoals het aanschaffen van bepaalde zaken, zoals de bol.com's dat ook hebben. Maar wij hebben ook complexere diensten. Als mensen in een persoonlijke situatie zitten die een beetje lastig is en waar allerlei dossiers bij elkaar komen, dan proberen we dat wel zoveel mogelijk te digitaliseren. Maar we zijn voorlopig nog echt niet klaar met het volledig digitaliseren van hele lastige zaken. Dus we gaan uit van de digitale voorkeurskanaal, dat is zeker zo. Maar het wil niet zeggen dat we al die loketten gaan opheffen, want ik denk dat niet mogelijk is. Overigens is dat ook een beslissing, wil ik wel zeggen, van organisaties zelf. Gemeente Amsterdam die kan natuurlijk zelf beslissen hoe ze het precies doen. En je ziet bij alle organisaties natuurlijk de digitalisering gaan, want we hebben gewoon het geld niet om overal mensen neer te zetten achter die loketten die alles doen. Het laatste stukje, als het sneller moet en beter kan, krijgen wat zou nou een overheidsmanager of een professional hierop moeten weten of moeten kunnen? Mag nu al kijken, blijkbaar is het iets wat je hebt opgestraald waarvan je nu zelf denkt, hier moet ik mijn... Ik denk dus, het begint even dat je je focuspunt moet kiezen. En dat is dus niet het proces, de organisatie en dat soort dingen, maar is dat toch datgene wat je doet. Wij leveren nu eenmaal een groot aantal producten en diensten via allerlei intermediairs, maar die komen uiteindelijk bij die burger en bij het bedrijf terecht. Dat moet volgens mij je focuspunt zijn. En dan ga je dus, dan moet je dus onderzoeken wat die burger en het bedrijf nodig heeft, op welke manier die het beste kan worden bediend. Dat kan voor een deel met ICT zijn, dat kan voor een deel ook gewoon in directe contacten en dat soort dingen. En langs die weg moet je, dan je activiteiten gaan organiseren. En voor jouzelf? Want dat is, dit gaat over het proces. Één tip voor een overheidsmanager waar je denkt, dat zou die... Mijn opdracht is gewoon heel, heel simpel. Zorg dat de Rijksdienst in 2017 in staat is om digitaal zaken te doen met elkaar en met burgers en bedrijven. Helder. Wat moet jouw MT, wat moeten jouw collega's kunnen om daar een bijdrage bij te dragen? Nou, ik ben het helemaal eens met wat Peter zegt. De focus is natuurlijk de burgers en
de bedrijven, de dienstverlening daaraan. Daarvoor doe je het als overheid. Wat belangrijk is, is dat overheidsmanagers ook beseffen dat ze dit niet kunnen delegeren naar anderen. Zo van de ICT-mensen lossen dat wel op of mijn administratief personeel lost het wel op. Dit is de basis. Dit gaat over de basistaken van de overheid. De manier waarop je de overheid organiseert en hoe je burgers en bedrijven tegemoet treedt. Dus dat betekent dat overheidsmanagers van alle niveaus moeten zorgen dat dit in hun takenpakket zit. Dat zij daarop sturen. Ze moeten zien dat het er is. We moeten het niet delegeren. Ja, we hebben daar laatst een hele discussie ook gehad met een aantal mensen uit de Tweede Kamer. Toch over die grote ICT-projecten. Wat daar heel duidelijk naar voren kwam, zei dat drie dingen echt moeten veranderen. Wat mijn buurman zei. Grote ICT-projecten bestaan niet. Dat zijn gewoon grote transformatieprogramma's waar je als manager zelf bovenop moet zitten. Moet je zelf ook leiden. Het is echt een leiderschapsprobleem. Ik denk het tweede is dat het ook heel duidelijk niet verder gedelegeerd kan worden. Dat ook de bestuurlijke top ook echt veel ICT-kennis in de directie moet hebben om dit soort programma's te leiden. En de laatste, en die ligt echt wel bij de Tweede Kamer, is complexiteitsreductie van wetgeving. Want er wordt vaak toch wel makkelijk overheen gestapt dat er zoveel complexiteit uit die Tweede Kamer die ICT-systemen in moet. Ja, en daardoor wordt het dus complexer, duurder en is de kans dat het fout gaat groter. Dankjewel. Volgens mij hebben mensen volgens mij nu een opdracht gekregen om om in ieder geval verantwoordelijkheid te nemen. Dank voor het kijken, dank voor jullie aanwezigheid. Volg hashtag Obla, volg de VGS, volg de VOM op Twitter en Facebook en kijk op vorm-online of obla.nl voor de volgende uitzending. Dank voor het kijken en discussieer mee.